Zes jaar lang werkte Floor Adams uit Nijmegen aan haar film Mind My Mind. Eerst alleen en toen uiteindelijk met 60 mensen. Ja. De film ging vorige maand in Brussel in première. Daar won hij de publieksprijs gelijk. Toen heeft hij gedraaid op Co Short hier in Nijmegen. Daar won hij ook de publieksprijs. En ik kom net terug van Daar de Wallen. ik ben net teruggekomen uit New York, echt net. Een paar uur geleden. Het is gewoon heel erg een trein waar je in zit. Dus het dendert een beetje door. Floor gaf jarenlang animatieles aan jongeren met autisme. Zo werd het idee voor de film geboren. Een van die studenten vertelde haar over het Japanse metrosysteem. Hoeveel metro's daar zijn, hoe de haltes heten, hoeveel suïcidepogingen er zijn. Dat fascineerde Floor mateloos. Hoe werkt dat dan in je hoofd? Maar aan de andere kant kon hij niet zijn huiswerk onthouden, hij kon niet zijn dagelijkse dingen plannen. Dus ja, wat heb ik nou aan zo'n kwaliteit dat ik dat kan, terwijl ik heel veel dingen niet kan. Ze ging op onderzoek uit en verwerkte verhalen van mensen met autisme in het script. Hoofdpersonage Chris in haar film is niet bezeten van het Japanse metrosysteem, maar van modelvliegtuigjes in elkaar zetten. In zijn hoofd zit Hans, een mannetje dat alle informatie en prikkels verwerkt. Die is alleen rustig als Chris met zijn modelvliegtuigjes bezig is, maar meestal is hij in paniek. Hi. Na het filmfestival in New York is Floor één dagje thuis in Nijmegen en dan volgens Stuttgart en een festival ergens in Noorwegen. Slopend is het. Ik moet ervan genieten, hè, zeggen ze, maar ik ben hartstikke moe. Ja, echt.